het niveau wat Cuadrado haalde verleden jaar, dat heeft hij nou nog niet gehaald dit seizoen. Cuadrado. Ja, zeg toch Cuadrado. Nee, jij zei Cuadrado. Jongen, een verschrikkelijke zeik. Jij had ook er iets toch uit? Nee, ik, als hij dus twee heel belangrijke goals maakt. Ja, die maakte? Flutterus, toch? Flutterus. Vraag het dan aan mij. Ja, hoe heet die gozer? Flederis. Oh, Flederis. Of Flutterus, maak je eet uit. Doe je nog even mee? Ja, ik ben erbij. Die vrije trap, daar lag hij zo fantastisch. En dat deed die gozer, die Boulos. Boulos heet hij. Ja, die deed nog een eentje mee. Nee, die zit er maar ik denk dat ze bij Ajax... Boulussen. Dat ze bij Ajax hopen dat Boulussen wel mee. Dat denk ik wel, ja. Hoe heet die gozer dan, joh? Boulussen. Boulussen. Boulussen, we maken een uit. Tjonge, jullie zijn wel een stel zeikers, hè, moet ik zeggen. Je hebt een tijdje geleden had je Mitjesland. Weet je wel, die met die, Micheland. Statistieken... Micheland. Micheland. Jan was in de war met Midget Golf. Ja. Ja. En Legoland heb je er ook, daar in Noord. Nee, dat is in Zweden. Nee, dat heb ik echt moe van, je weet. Kopenhagen is dat, ja. Je altijd lopen te zeiken. Nee, maar Micheland. Dat is tegenwoordig niet normaal, man. Nee, als je in België de stewardess, weet je wel, die ze afgekeurd hebben. Stewardess? Nee, wat? Ik verstoei je echt niet! Van Anderlecht bedoel je? Oh, Suarez! Ja. Maar luister, ik kan me niet zeggen dat je Sissi gezien hebt gisteren. Heb jij die gezien? Wie? Sissi? Kijk, dat schot van Immers is toch geweldig? Sissi! Nou, ja, dat is goed gepakt. Dat is goed gepakt. Ja, dat is geweldig, maar die keeper pakt er sowieso veel. Nee, hij zit te lachen! Je zit een dolle jongen. Sissi. Hey, we gaan niet zitten, ik kleur dat ding in je ruim. Nee, maar Sissi. Ja. Je wilt Sissé, of niet? Jou kan het nog een beetje hebben, maar voor die twee kleine niet. Nee. Nee, Sissi, ja. Maar jij hebt Sissi helemaal niks. Dat voel je niks. Maar dat voel je helemaal niks. Vond jij me goed dan? Ik vond hem ook zucht. Vertel. Je begreep er eentje, die heet die Brasiti. 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 Ik word echt doos van jou. Brasiti. Ik kom hier niet meer. Nee, Brasiti is die zwarmazaak. Nee. Brasiti. Maar denk je dat ze het gaan halen, de volgende ronde Ajax, na gisteravond? Als Schalke zo speelt, dan... Ja, in de zin maar geen eten jullie zeggen, maar ik zeg gewoon Schalke. Wij zeggen Schalke, dus voor jou. Als ze zo spelen zoals gisteren, dan is het geen probleem. Als ze balverlies hadden op de helft van Schalke. Schalke, ja. Ik sla je echt een keer voor je muil, hè. Weet je wat jullie bij Feyenoord moeten zijn? Ga niet lopen zeiken. Blij als een kind dat die pellen er is. Ja, ik zeg niet dat je blij bent. Anders zou je tegen degradatie gevoetbald. Wat, hè? Nee, ik maak toch een grapje, joh. Leur toch op. Weet je, hey. Hallo. Ja, ik luister wel. Hij luistert toch niet naar je, man. Ik luister wel, maar ik kijk ondertussen naar het nieuws. Ja? Nee, ik kan alles tegelijk. Weet je wie spelen? Van achteruit die Congolo. Congolo? Ja, die vond ik ook goed. Die vond ik ook goed. Nee. Maar van de week hadden ze dat niet. Maar soms, als je naar Atletico kijkt... En er wordt wel geflikt. Ja, dan zie je toch wel wat ook die trainer hebt van Simone. Simone, ja. Simone is zijn vrouw. Ja, toevallig heet ze. Heet ze Simone. Nee, dat is Simone Kleinsma. Simeone is dat. Dus die hebben ook dat gift in hem. Ja. En dan kan je lekker mijn ballen kussen. Maar denk jij dat Mourinho daar gebruik van gaat maken? In die open. Nou, die is nu weer een nieuwe periode bezig. Ja, en die is ook nu weg, geloof ik. Ik weet niet, zie je daar ook nog? Ja, volgens mij moet hij ook naar de Afrika toch? Dus, maar ja, daar hebben ze daar die, weet je, gozer. Die kleine nog lopen, weet je ook weer. De Foe. Ja, de Foe, ja. Maar dat was goed. Je pleurt toch op, je zei. Je wordt gek voor jou, joh. De Foe, de Foe. Zo heet zijn hond, de Foe. Hij heet zelf de Foe.
Ach, rot op met je berghuis, man. Luister, jongen, uit door je kop. Ah, man. Als je normaal... Die had in mijn tijd bij godverdorie bij VVV gespeeld, man. Of heeft hij gespeeld? Ja, heeft hij gespeeld. Oh, ja. Dan maak je weer druk voor niks. Berghuis. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. Maar Jan, jij ontspant je ook gelukkig, heb ik begrepen. Je was vrijdag nog met de sponsor, begreep ik, even lekker naar de Efteling geweest. Even lekker ontspannen, toch? Ja? Klopt. De Efteling geweest. Was gebroken, man. Wat moest je op de Efteling dan? Met 100 kinderen was je daar. Was 100 kinderen, ja. Waar was de gedachte? En er was, jij moet wel kans... wat doen voor zo'n auto. Je bent toch geen zwemleraar? Jij wel. Hey. Met 100 kinderen, fysiek. Heb je met die kinderen gezwommen ook? Nee, toch? Nee, hè? Ben Noël? Wat is er? Nou nee, maar die kinderen dachten dat Jan een opdracht op was. Ja, klopt. Had je met die Duitser moeten doen, man. Hey. Zo'n beer. Ja, dat doe je normaal niet over, jongen, man. Die kinderen hadden nog nooit een man gezien die bleef drijven. Hij brengt op een gegeven moment brengt die berg in voor Toivonen, maar daar verander je ook niks. Hij had iets moeten veranderen aan die wedstrijd. Die wedstrijd zat op slot. Er zaten te weinig spelers van PSV in de wedstrijd. Dan moet je iets anders gaan doen. Maar om de laatste 10 minuten met 1-0 achter nog een linksback in te brengen, waar gaat het over, man? Ja, je hebt de Koeman op de bank zitten, denk ik toch? Dus je kan nog een extra spits erbij gooien. Die speelt niet meer. Die speelt niet meer? Koeman. Wat zei je dan? Wat zei die? Ja, hij zei Koeman. Koeman, zo'n eikelsklootzak. Dat is over een balletje, nee, sorry. Joh, donder slaan. Nee, ik dacht dat jij zei Koeman. Ja, ik hoorde dat. Ja, hij ook. Nee, ik zit veilig. Jan, wil je mij een plezier doen vanavond? Ja. Wil je mij een plezier doen? Wil je die genee ook een klap geven? Ja, 100%. Ik zit wel lekker veilig hier inderdaad.